welkom bij weer een gloednieuwe Fan Friday video. En dat betekent dat het weer weekend is. Dus geef deze video eventjes een duimpje omhoog als je van vrijdagen houdt. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Het enige wat je hoeft te doen is op de abonneerknop te drukken. Het is natuurlijk gratis en op die manier blijf je op de hoogte van wanneer ik een nieuwe video upload. En hoef je er dus nooit meer eentje te missen. En als je dat hebt gedaan, laten we dan meteen doorgaan naar het eerste gedeelte, namelijk fanart. Zoals je kunt zien komen hier allemaal verschillende soorten fanarts langs. En deze zijn door jullie gemaakt de afgelopen week. En als je kans wil maken om in de volgende Fan Friday te komen, hoef je alleen maar je fanart te posten op Instagram, mij erin te taggen en ervoor te zorgen dat je account niet op privé staat, want anders kan ik hem natuurlijk niet zien. En ik vind het zo ontzettend geweldig om al jullie fanarts te bekijken. Ik kan natuurlijk maar een paar uitkiezen voor in de Fan Friday video, maar weet dat ik ze echt allemaal bekijk en dat ik jullie zo ontzettend getalenteerd en creatief vind. Dank jullie wel voor al jullie fanarts. En ik heb een vraagje voor je. Heb jij de muziekvideo van mijn nieuwe single Breathe al gezien? Want misschien heb je het liedje al gehoord, want er staat al een tijdje op Spotify. Maar nu staat de muziekvideo dus gewoon online. En deze kun je bekijken op mijn Vivo kanaal. En ik vind het zo ontzettend mooi geworden, jongens. Het was dus geschoten in Berlijn, in een hele hoge toren. En je had echt een prachtig uitzicht over de hele stad Berlijn. En niet alleen dat, het was ook geschoten op Golden Hour. Dus dat betekent echt het uur waarop de zon naar beneden gaat. En er zitten zo ontzettend veel mooie shots in. Het is echt heel erg volwassen en ontzettend emotioneel geworden. En ik ben er echt super, super blij mee. En ik vind het ook heel erg belangrijk om ook een andere kant te laten zien met mijn muziek. Dus als je nog niet bekeken hebt, kun je dat zeker eventjes doen door op de link te klikken in de beschrijving onder deze video. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan zullen vinden. En daarbij heb ik ook nog eens een dikke vette challenge voor jullie. Want de muziekvideo staat dus op mijn Vivo kanaal. En er zijn echt al heel erg veel mensen die zich hebben geabonneerd op dat kanaal. Er zijn er nu ongeveer 65.000, maar het lijkt me zo ontzettend tof om gewoon de 100.000 abonnees te halen op mijn Vivo kanaal. Dus mocht je mijn muziek leuk vinden en je willen abonneren op mijn Vivo kanaal, doe dat dan zeker door op de link te klikken in de beschrijving onder deze video. Je kunt dan meteen de muziekvideo bekijken en dan gewoon eventjes op dat abonneerknopje drukken. Super, super leuk en oh my god, ik vind jullie echt allemaal stuk voor stuk zo geweldig, want ik heb al heel erg veel leuke en toffe feedback gehad op het liedje en op de muziekvideo. Dus ontzettend bedankt daarvoor. I love you guys. Testing the claw machine. Rawr. Ik was laatst in de winkel en ik zag iets zo ontzettend tofs. Namelijk de snoepgrijpmachine. En ik weet dat deze eigenlijk al een tijdje bestaat. Er zijn wel meerdere video's over gemaakt. Maar ik had gewoon een heel erg tof idee hiervoor. Want het is dus eigenlijk bedoeld als een snoepgrijpmachine. Maar hoe leuk zou het zijn om er geen snoepjes in te doen, maar prijzen in te doen. Dus dat het echt lijkt op zo'n grijpmachine die je in de kermis kunt vinden. Dus ik werd gewoon helemaal enthousiast van dit idee. En het leek me super leuk om dat uit te proberen. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we natuurlijk wel eerst eventjes uitpakken. Woehoe! Nou, hier is de grijpmachine dan. Ik vind hem er zo ontzettend tof en ook wel heel erg schattig uitzien. Hier heb je van die kleine joysticks en daar kunnen we zo meteen mee spelen. En als het goed is, bestuurt dit dan deze grijphaak. Volgens mij kan ik dit ding er niet helemaal zo afhalen, maar moet ik het echt met dit vakje hierboven doen. Alleen ik weet niet of ik zo meteen alle spulletjes hierin kan stoppen. Laten we gewoon even kijken naar de onderkant. Dit is een vakje waar batterijen in moeten. Dat heb ik al gedaan. Hier staat een aan- en uitknopje. Dit is nog een vakje. Ik ben heel erg benieuwd wat hier allemaal in zit. Laten we even openmaken. Oh, een plastic zakje. Wat zit daar nou in? Oeh. Oh, wat superleuk. Het zijn van die hele kleine plastic muntjes. Dus het is gewoon eigenlijk nepgeld. Ze denken ook echt aan alles. En ja, ik heb geen idee wat ik nu moet doen. Volgens mij moet ik gewoon eventjes dit aan de zijkant proberen te zetten. Nee, hij doet helemaal niks. Hoe zet ik deze aan het werk? Laten we gewoon eventjes een muntje eruit halen. Kijken wat er gebeurt. Ik heb hier één muntje en dat stop ik hierin. Oh my god. Wow. Oké, kan ik dit nu bewegen? Yes! Wow, dat gaat langzaam. Zo. Oké, ik wil er niet al te veel mee spelen. Even wachten tot de muziek uit is. Oké, de muziek is afgelopen. Dus nu is het tijd om het helemaal op te vullen. En het lijkt me super leuk om het echt helemaal op te vullen met de tofste prijzen. Het allereerste wat ik meestal zie in de kermis is dat ze echt gewoon geld hier op de bodem hebben liggen. Dus ik heb hier een aantal muntjes verzameld en ook een briefje van 5. Dus laten we dat er eerst eventjes instoppen. Zo. Zo, nog een briefje van 5. Nou, helemaal perfect. Het ziet er echt super gaaf uit. Vervolgens heb ik hier een mix van allemaal Nederlandse en Amerikaanse muntjes. We gaan het er gewoon eventjes zo ingooien. Oh.
beetje deze kant op. Maar dit geld is natuurlijk niet echt iets waarvan je denkt van, oh, nou dat ziet er gezellig uit. We moeten het wat leuker opvullen met allemaal verschillende leuke prijsjes. Laten we gewoon eventjes beginnen met een hele grote. En dat is namelijk deze leuke pompom. Ik weet niet of dat erin past. Laten we gewoon kijken of het gaat lukken. Oh my god. Zo, het vult ook echt meteen gewoon dat hele ding op. Dan is het nu tijd voor het volgende dingetje. Laten we even kijken wat we allemaal hebben. Ik heb hier een heel erg tof horloge. En dat ga ik er ook in stoppen. Misschien moet ik dat eventjes doen met de schaar. Dat ik er een beetje controle over heb waar die nou precies neerkomt. Zo. Oh nee, kom op jongens. Ik wil dat je hem wel een beetje kunt zien. Want het moet er natuurlijk wel leuk uitzien. Ah. Yes, oké. Okay. Nou ziet hij hier weer helemaal leuk uit. Zo vind ik het prima. Het volgende dingetje is een hele leuke donut sleutelhanger. Dus dat gaan we er ook eventjes in stoppen. Woe! Zo. Oeh, yes, het is me helemaal gelukt. Zo ziet hij er nog best wel leuk uit. Ik heb hier super toffe glitter eyeliner. Ik ga deze er even in stoppen. Ik wil ze helemaal daar in het hoekje. 1, 2, 3. Yeah! Het is nog best wel goed gelukt. Ik vind het er zo heel erg leuk uitzien. En dan heb ik hier wat washi tape. Dit is ook wel heel erg leuk. Misschien pak ik er 2 rolletjes bij. En dat stop ik dan zo en zo erin. Wow! Oh, dat ziet er heel erg tof uit zo. Dan heb ik hier een aantal van die hele leuke buttons. En ik vind ze zo heerlijk klinken. Er zijn gewoon van die echt super schattige pinnetjes. Dus is bijvoorbeeld een melkpinnetje, een palmboom en frietjes. En nou ja, allemaal verschillende soorten dingen. Een hamburger. Ik vind het helemaal geweldig. Ik ga het er allemaal in dumpen. Wauw! En hier heb ik heel wat meer van die pinnetjes. En ik wil nu proberen om dat een beetje die kant in te krijgen. Dus ik denk dat ik hem een beetje zo tilt. En kijk of dat gaat lukken. Ja! Yes! Oh my god, dat is helemaal leuk. Ik vind deze ook zo ontzettend gaaf. Het zijn van die kleine glitter nagellakjes. Ik ga hem er eventjes zo erin stoppen. Dit even deze kant op. En zo. Wee! En de allerlaatste, die moet in het hoekje. Yes! Het is me gelukt. En dan heb ik hier dit hele schattige Hello Kitty sleutelhangertje. Dus die ga ik er ook in gooien. Kijken of we dat in het hoekje kunnen krijgen ergens. En... Oh, nou, hij is een beetje omgevallen. Zo. Ah, nu kan je een beetje zijn voorkant zien. Dat is wel heel erg leuk. Wat een super mooi kettingje. Oké, ik ga hem erin stoppen. Ik ga proberen of ik het hier zo ergens misschien over dit hierheen kan stoppen. Oh, dat was echt heel erg leuk. Het zit gewoon helemaal op dat zachte fuzz. Dan heb ik zo'n hele leuke jumper. Even kijken of we hem erin kunnen laten springen. Yes! Hij is wel ondersteboven gevallen, maar goed. En dan vind ik deze gummetjes ook nog wel heel erg schattig. Het is een donut en een ijsje, dus die ga ik er ook gewoon zo ingooien. En als allerlaatste is natuurlijk een kermisattractie niet compleet zonder het meest populaire speeltje van het moment. Namelijk de fidget spinner. En ik vind deze zo ontzettend vet. En ik ga deze hier zo in het hoekje proberen te stoppen. En hij doet het ook helemaal. Ik vind het zo geweldig. Ik kan niet laten om met zo'n fidget spinner te spelen. Ik ga deze een beetje naar voren tilten, zo. En vervolgens probeer ik het er hierin te laten vallen en... Yes! Het is gelukt. Oh my god. Oh my god. Perfecte positie. En vervolgens wil ik deze erin stoppen. En het leuke hieraan is dat de lichtjes aangaan. Ik zet de lichtjes gewoon allemaal aan. En dan gooi ik de fidget spinner hier zo in. Nou, ik ga proberen om het een beetje die kant op te gooien. En go. Wow. Wauw, helemaal perfect. De geitmachine is nu helemaal gevuld met de allerleukste prijzen. En het ziet er zo ontzettend gaaf uit. Ik vraag me eigenlijk wel eens af of jij wel eens in zo'n geitmachine iets hebt gewonnen. Mij is het echt nog nooit gelukt, maar laten we eventjes weten of het jou is gelukt in de reacties onder deze video. Want ik ben er wel heel erg benieuwd naar of het überhaupt mogelijk is. Dus ik vraag me af of dat ook gaat lukken met dit ding. We gaan het gewoon zien. Ik pak er een muntje bij en ik heb er super, super, super veel zin in. Ik ga hem hierin stoppen en we gaan een race tegen de klok doen. Dus we moeten proberen om iets te winnen voordat de muziek stopt. Oké, heel erg spannend. 3, 2, 1, go! Oh my god. Oké, we zijn begonnen. Yes! Oh, hij doet het. Hij gaat zo ontzettend heerlijk langzaam. Wat gaan we proberen te pakken? Ik ga proberen dit dingetje te pakken hier zo. Kijken of dat ons gaat lukken. Oh, hij gaat niet veel verder. Oké, probeer het lager. Nee! Nee! Oh! Oh my god! Ja, 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 ja! Kom, kom! Kom! Yes! Yes! Het is me gewoon gelukt, jongens. Het allereerste dingetje dat ik probeerde. Oh my god.
goodness. Hoe ontzettend geweldig is dat? I'm feeling lucky. Laten we het gewoon nog een keertje proberen. Ik zie toch wel heel erg vrolijk deze fidget spinner hier in de achtergrond. Het lijkt me wel super tof om dat te kunnen pakken. Dus voordat ik dat ga doen, ga ik een beetje vals spelen en dit ding eventjes schudden. Zo. Nou ligt die echt zo heel erg mooi in het midden, in het open. Ik pak er weer een muntje bij. Zo. Oh my god. Oké, daar begint het weer. De stressmuziek. Ik moet deze kant op. En open. Yes. Oh my god. Hij zit er een beetje. Oh my god. Oh, ik had het bijna. Naar beneden. Ja, ja, ja. Oh, ik dacht echt dat het ging lukken, jongens. Maar ik kan het niet uitstaan. Ah! Nog één keertje dan. Oké, here we go. Ah! Gaat het ons lukken? Gaat het ons lukken? Kan het hier overheen? Ja! Oh my god! Ja! Hij telt er niet. Gewonnen! Het is me gelukt! De fidget spinner is er uitgekomen. Nou, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik eigenlijk had gedacht dat dit ding echt een hele grote fail zou zijn. Maar hij doet het echt best wel goed. En ik ben er heel erg blij mee. Ik vond het echt geweldig om hiermee te spelen. Dus wat mij betreft krijgt dit ding zeker een dikke vette duim omhoog. Yes! 20 second wrap out. Kiki, Emeline, Megan, Emma, Happy, Sarah, Laura, El, Julia, Noah, Rovers, Dina, Lara, Nice, 77, Hanna, Iris, Man en Chloe, Lily, Noah, Klos en Viana, TV, Zoe, Sam en Jasmine, Mandy, Lisa, Blaf en Senna, Eva, Mala, Vika, 12 en Danielle, Bente, PvP, Girl en El, Gymnastics, Girl, Cheryl, Jongsa, Marbotana, Saartje, Dila's World. De vraag van vandaag is, wat is jouw favoriete spelletje van dit moment? Het kan natuurlijk een bordspel zijn of een spelletje op je telefoon. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video, want ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Vergeet ook zeker geen duimpje omhoog te geven als je deze video leuk vond. En dan zie ik je in de volgende video. Doeg!